Amsterdam, 1984. Hier begint het verhaal van een van de meest iconische kickboxers van onze tijd. Badr de Snake, Harry. Al op jonge leeftijd toonde Badr een buitengewoon talent voor kickboksen. Zijn techniek, snelheid en kracht maakten hem al snel een naam in de vechtsportwereld. Harry nam het op tegen de grootste namen in de sport. Van Alistair Overeem tot Sammy Schild. Maar zijn meest besproken gevechten waren tegen niemand minder dan Rico Verhoeven, gevechten die de wereld in hun greep hielden. Maar net als veel grote atleten was het leven van Badr buiten de ring niet zonder controverses. Zijn gedrag heeft vaak krantenkoppen gehaald, waardoor hij even bekend werd om zijn conflicten als om zijn gevechten. Nee, ik probeer heel rustig te zijn. Ik ben in het verleden wel wat wilder geweest in mijn leven en wat makkelijker te triggeren. Alleen, weet je, je gaat wel steeds meer jezelf vinden. En weet je, je bent jong en je probeert jezelf... Op een gegeven moment heb ik wel heel erg aan een identiteitscrisis geleden. Begrijp wat ik bedoel? Omdat je op een gegeven moment niet meer weet wie je bent of waar je staat. Omdat iedereen een bepaalde manier van omgang met je hebt. En dan denk je bij jezelf, ja, wie ben ik eigenlijk? Door de jaren heen heeft Harry de sport meerdere keren verlaten, maar het vuur binnenin bracht hem altijd terug naar waar hij thuis hoort, de ring. Badr Harry, een legende in de wereld van kickboksen. Een man van contrasten, maar bovenal een van de grootste vechters aller tijden. Heb je genoten van de video? Laat ons dan in de reacties weten wat je ervan vond. En vergeet niet om op Vind ik Leuk te klikken als je meer van dit soort content wilt zien. Wil je op de hoogte blijven van onze nieuwste video's? Klik dan op de abonneren knop en zet de meldingen aan. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.